Hallo, ik ben Max van Sowieso. Wij doen mee met de Surf Challenge Show and Share Your Data Track 3. Ik ga vandaag wat vertellen over Sowieso zelf, over hoe we omgaan met data. En ik ga een kleine demo geven over hoe de data door de verschillende systemen op en neer gaat. Allereerst even over Sowieso. Wij zijn een bedrijf dat is opgericht in 2010 als een spin-off van de Universiteit van Eindhoven. We richten ons voornamelijk op onderwijs in het gebied van beta-vakken. We zijn sterk in het aanbieden van leren en oefenen binnen de wiskunde, maar ook in aanverwante vakken. En we worden ook voor andere vakken als natuurkunde, statistiek en tegenwoordig ook veel voor economie gebruikt. We zijn de complete leeromgeving. Je kan bij ons content zelf maken. Je kan toetsen, oefenen en je hele vakmanagement beheren. En we verzamelen leerresultaten van studenten die op een dashboard getoond kunnen worden. Huh? Sowieso past binnen de leeromgeving die is opgezet door SURF op de volgende manier. Wij zijn geïntegreerd als een LTI-tool. Dat wil zeggen dat wij een service provider zijn. Wij bieden de dienst aan van het leren of oefenen van wiskunde of het maken van een toets. En dat betekent dat de authenticatie is geregeld door het leerling management systeem. Dus via de portaal kom je bij het leerling management systeem binnen. Hier kan je dan sowieso koppelen en met single sign-on via LTI word je dan meteen ingelogd in het sowieso systeem en kan je of een heel vak daar volgen. Of je kan direct doorgestuurd worden naar een toets en dat gaan we zo meteen zien. Vandaag zoomen we ook in op het feit dat Sowieso leergegevens terug kan sturen naar de LMS. Dus er kan een score teruggaan naar het leerling management systeem. En wat we niet zullen laten zien, maar wat wel waar is, is dat die score eventueel ook weer terug kan gestuurd kunnen worden naar de SIS. Om de hele integratie met LTI goed te regelen, hebben we nog iets meer nodig. We moeten namelijk weten wie je bent. Dus we krijgen via de LTI-standaard uit de LMS een aantal gegevens. We krijgen een unieke ID, zodat we weten als je nog een keer inlogt wie je was. We krijgen je naam, voornaam en achternaam. We hebben je e-mailadres nodig om je af en toe berichtjes te sturen. Je studentnummer, die gebruiken we met name om aan de docent te laten weten wie jij bent. En dat is met name handig als er wordt getoetst in Sowieso. De rol, of je een student of docent bent. En bij welke organisatie of instelling je hoort. Dan kan je via LTI ook nog wat custom parameters meesturen naar Sowieso. Je kan een deep link meesturen waarmee je direct naar een content item verwijst in Sowieso. Bijvoorbeeld een toets. En je kan enrollment links meesturen, zodat een vak binnen je LMS ook meteen gekoppeld wordt aan een vak binnen Sowieso. Vervolgens wordt er gewerkt in het systeem en worden er gegevens aangemaakt. Zoals ik al zei, met name leergegevens, zoals voortgang, score, antwoorden en de tijd die je doet over die besteedt. Je kan ook files uploaden als student af en toe. Dus dat zijn gegevens die wij binnen ons domein houden. Als docent kan je ook materiaal maken in de vorm van theorieopgaven of plaatjes die je kan uploaden of genereren. En je kan communiceren via het platform waardoor wij een aantal berichtjes verzamelen. Ik ga nu even laten zien met een scenario van een toets. Ik ga een toets maken als student. Eerst zal ik als docent inloggen om het gradebook te bekijken, dan de toets maken. En dan kom ik terug als docent en dan kijk ik of ik inderdaad de score zie die de student heeft achtergelaten. Het scenario ziet er ongeveer zo uit. De docent bereidt de toets voor, dat heb ik al gedaan. De student neemt hem dan af. Vervolgens wordt er meteen automatisch nagekeken. En komt er een cijfer beschikbaar. Eventueel kan de student de toets nog
inzien en het cijfer wordt geregistreerd. Op dit moment gebeurt dat vaak zo. De toets wordt zowel in de LMS als in SOWIZO voorbereid. Hij wordt afgenomen in SOWIZO via LTI. Het cijfer wordt teruggestuurd. In eerste instantie opgeslagen in SOWIZO. En met name deze laatste stap, het registreren van het cijfer, gebeurt nu nog vaak via een Excel download door de docent. Die vervolgens dan weer de Excel moet uploaden ergens anders. Of in een ander systeem handmatig de toetsscores in moet vullen. Maar vooral die laatste stap kan dus geautomatiseerd. En dat ga ik nu even demonstreren. Eerst log ik in als docent via ServConnect. Daar. Nu kom ik in het portaal en klik ik door naar SOWIZO. En nu zit ik in de Learning Record Store. Hier staat de testmodule al klaar. Maar we gaan eerst even naar het cijfer kijken. En we gaan zo meteen inloggen met student 3 en we zien dat die nog geen cijfer heeft gestuurd. Er zijn wel al twee andere cijfers binnengekomen. Oké. Daar gaat hij. Ik ben nu als student ingelogd. Dan moet ik even zorgen dat ik de goede module bekijk. Ja, dit is hem. Deze link is dus samengesteld door mijn docent, of verklaargezet eigenlijk. Die logt mij meteen in het SOWIZO systeem en deelt me ook in een goede klas. En als het goed is, start hij ook meteen de toets op. Dat gaan we nu bekijken. Nou, dat is gelukt. Ik zit nu in een simpel toetsje waar ik 30 minuten de tijd voor heb. Ik moet het opgave maken. Even kijken of ik wat punten kan scoren. Ja. Zo. Oké, zo vind ik het wel goed. Dan stuur ik mijn toets in. Wordt die automatisch nagekeken. Nou, ik heb 43 van de 100% gescoord. En nu ben ik eigenlijk klaar als student. Dus nu gaan we terug naar de docent. Kijken of die score is binnengekomen. Bij student 3. En daar staat die 43%. Nog een laatste stukje over hoe we omgaan met data. In principe blijft alle data van jezelf in het systeem. Met name als het gaat over content. Dus het IP van alle content die jij maakt blijft van jezelf. Verder delen we geen data met derden. En slaan we eigenlijk alleen de data op die nodig is.
voor ons om het systeem goed te laten draaien. Je kan ons ook vragen om data te verwijderen. En we gebruiken wel wat gegevens om het systeem te verbeteren. Maar dat zijn meer geaggregeerde data, gebruikersgegevens. Verder is er een logische scheiding tussen autorisatie in het systeem, zodat je niet gegevens van anderen in kan zien, maar alleen gegevens van studenten waar je recht op hebt als je docent bent. En als student zelf kan je alleen je eigen data te zien krijgen. En we versleutelen alles. Zowel in transit als in rest en tijdens de backups. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat jullie vragen hebben. En bedankt voor jullie aandacht.